Een man en een vrouw zijn zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Tilburg. Dat gebeurde hier op de Burgemeester Letscherweg. De auto waarin de man en vrouw zaten botste met een vrachtwagen. Door de klap kwam de auto tientallen meters verderop in de berm terecht. Helemaal aan de andere kant van de weg. De man en vrouw zijn door de brandweer uit de auto gehaald en daarna met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De vrachtwagen eindigde in deze greppel naast de weg. Ook twee andere auto's raakten beschadigd. Eén zat onder de olie. Een andere auto werd geraakt door rondvliegende brokstukken. Op de kruising werkten de stoplichten sinds afgelopen weekend niet door blikseminslag. Toen het ongeluk gebeurde waren de stoplichten nog niet gemaakt.